En we hebben met tevredenheid kunnen vaststellen dat er in geen van de stembureaus problemen zich met het stemproces hebben voorgedaan. Er zijn in een klein aantal gevallen meldingen gemaakt van stemhokjes die verkeerd waren opgesteld. Dat is allemaal gecorrigeerd op die dag zelf. Maar wij kijken met elkaar terug op een voortreffelijk verlopen proces. Zowel van de stemming, maar ook van het bij elkaar brengen van de stemmen, het verwerken van al die stemmen. Dat is tot diep in de nacht, in de afgelopen nacht van woensdag op donderdag, doorgegaan. Wat op zal vallen is dat ten opzichte van de uitslag die afgelopen woensdagavond als voorlopig is bekendgemaakt, ook met de nodige voorbehouden telkens is gezegd, het is een voorlopige uitkomst, het kan niet. Je kunt daar geen rechten aan ontlenen, want hij moet vervolgens nog helemaal verwerkt gaan worden. Is dat er uiteindelijk een ruim 100 stemmen extra zijn geteld op de lijst 2 van het CDA. Dat heeft te maken met een voorlopige uitslag in het stemdistrict nummer 37. Een voorlopige uitslag in Erfweg Noordik, waar per abuis bij het doorbellen naar het gemeentehuis niet is gesproken van 30 stemmen op het CDA. Terwijl dat er 130 waren. Dat leidt ertoe dat uiteindelijk het hoogste stemcijfer is terechtgekomen bij het CDA. Voor deze verkiezingen zijn opgeroepen 57.172 inwoners van onze gemeente. Die in Bornebroek, Adorp en Almelo gerechtigd waren om aan de verkiezingen deel te nemen. Daarvan zijn er uiteindelijk, moet ik eventjes spieken, 28.858 opgekomen. En met dat aantal is het opkomstpercentage bij deze verkiezingen 50,8. 50,8% van de kiezers heeft de moeite genomen om te komen. Is de totale zetelverdeling dat lokaal Almelo samen 5 zetels behaalt. Het CDA 6, D66 2, Partij van de Arbeid 2, de SP 2, de VVD 6, de ChristenUnie 2, Partij Vrij Almelo 2, Almelo Centraal 0, Leefbaar Almelo 1, GroenLinks 2, de PVV 3, de Minima Partij 0, de lijst 14 opgeleid door Oortjetten 1 en Democraten.nu 1. Zijn er bezwaren tegen de bevindingen van het Centraal Stembureau? Dat is niet het geval. Dan neem ik daarvan kennis. En wij maken daar procesverbaal van op, en ze daar aan tekenen. En wij zullen dat procesverbaal te kennis brengen van de gemeenteraad. En daarmee sluit ik de zitting van het Centraal Stembureau. Ik dank u wel hartelijk.